Wie denkt dat carnaval aan Tiel niet besteed is, heeft het mis. Carnavalsvereniging Wittigheid haalde ook dit jaar alles uit de kast om er een puikfeest van te maken. Zo'n 200 carnavalsvierders waren afgekomen op het carnavalsfeest op zaterdag 6 februari... dat gehouden werd in het clubgebouw van RKTVC. Daar wachtte voor Stadstv Tiel nog een verrassing. De carnavalsvereniging reikt sinds haar bestaan jaarlijks een award uit aan een persoon of instelling die iets voor de stad betekent of betekend heeft. Dit jaar is die erkenning voor Stadstv Tiel. Rini, het is je gegund, jongen. Je hebt het verdiend. Die mag jou, deze mag jou, deze. Ja. Dit is niet niks. En dit is de wisselbeker eigenlijk, of wisselbot. En een onderscheiding van onze jeugd, Prins Kai. Misschien wil je nog zelf wat zeggen, Rien. Nou, dat wil ik zeker. Normaal gesproken ben ik niet zo'n hele stille, maar ik word hier wel stil van. Als je voorgangers hebt als Frans-Duits en Adrie Meijer, Open Ammerpop en in 2016 Stadstv Tiel, ja, dan word ik daar wel een beetje stil van. Ik zie het ook als een erkenning voor, want ik doe Stadstv natuurlijk niet alleen, voor al die mensen en uit de grond van ons hart, dankjewel. We hebben altijd een soort award voor iemand die voor Tiel wat betekend heeft. En, ja goed, we hebben Flipje gehad, Fransje Duits. En dit jaar, dan ben jij aan de beurt, hè? Rini daar, ook verdiend. Heb ik jou ook alweer eerder gezien? Was het in Meppel of in Arnhem misschien? Zeg, waar ken ik jou van? Zeg me het dan, waar ken ik jou van? Carnavalsvereniging, Wittigheid, 2016, 9e editie. Ja, en ik wil even Limburgia Fly bedanken voor deze geweldige pakken, de printje pakken. Hartstikke bedankt.